De helft van de Brabanders beweegt te weinig. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. En dat terwijl je volgens de Gezondheidsraad 2,5 uur per week minimaal matig intensief moet bewegen. Zelf heb ik vandaag nog maar ruim 3000 stappen gezet. Dus ook deze aankondiging kan best wel wat actiever komen. Ga een stukje lopen, een beetje sprinten misschien. Ja, ja, ja. Ja, hoeveel stappen heeft u vandaag gezet? Ja, 1200 zie ik, 1273. Dat weet ik niet, daar hou ik niet bij. Ik heb vandaag 2500 stappen gezet. Ik ben niet heel sportief aangelegd. 3132. Genoeg bewogen vandaag, ja, ik vind zelf van wel. Ik sport niet heel veel. Ja hoor, van mij en doen wel. Wat houdt je tegen? Werk. Tijd. Ik heb er geen tijd voor. En voor wie nog meer denkt geen tijd te hebben, fitnesscoach Jentel heeft nog wel wat handige tips. Het is super belangrijk dat Nederland wat meer gaat bewegen en dat kan echt super makkelijk. Er zijn geen smoesjes mogelijk, want zelfs met deze colaflessen kan ik al 10 verschillende oefeningen bedenken die je gewoon kunt doen. De shoulder press voor de schoudertjes en is gewoon belangrijk om je postuur te verbeteren. Je kunt hem ook op de schouders leggen en dan gaan we squatten. Dan doen we ook meteen de stiff leg deadlift erachteraan. En als je nou die biceps wilt, dan kun je ook gewoon gebruiken als bicep curls. Allemaal met cola? Allemaal met cola. Wel cola zero natuurlijk, want zero sugar is wel belangrijk. Ja, want alle kleine beetjes die helpen natuurlijk. Dan lopen we nu ook even, lopen we even naar voren en hebben we extra stappen. Ja. Ja, ja, absoluut. Ja. Nou, ik heb er weer 3. En zo zijn ook die twee weer lekker bezig. Want we zijn natuurlijk wel een beetje lui geworden met z'n allen. Je kunt zelf je boodschappen gaan doen in plaats van dat je je boodschappen laat bezorgen. In plaats van dat je de allerduurste parkeergarage pakt, pak je er dan gewoon eentje die wat goedkoper is en misschien wat verder buiten het centrum ligt. Want dan loop je toch eigenlijk onbewust wat meer. En dat stapje meer scheelt je dus ook weer in de portemonnee. U hoort niet bij de helft van de Nederlanders die te weinig beweegt. Nee, absoluut niet. Sprint je die kant op dan, zou ik zeggen. 3, 2, 1. Houdoe, hè.